Een hele goede morgen of goede middag of goede avond wanneer je kijkt. Super leuk dat je weer kijkt. We zijn weer live vanuit onze winkel in Spijkenissen en er is weer genoeg te laten zien. Dus we gaan weer een rondje maken. We staan hier bij de Dutch Doobadoo, want deze week hebben we de nieuwe collectie binnengekregen. Ocean Calling. En die bestaat uit papier. Die bestaat uit stenseltjes. Dit is het A4 papier. Dat koop je als een setje. Dubbelzijdig papier, wat allemaal weer mooi bij elkaar past. We hebben weinig papier deze week, dus ik denk dit is papier, die maak ik even open. Dan hebben jullie weer een beetje een indruk van de inhoud. Dus deze is nieuw van Dutch Doobadoo, een A4 pakketje. Dan hebben we natuurlijk in de serie van de maanden hebben we maart binnengekregen. Nou, die gaan ontzettend hard. Dus die is nu weer binnen maart. We hebben vanaf december, dus december, januari, februari en nu ook maart. Allemaal nog in voorraad of allemaal weer in voorraad. We hebben bij deze serie ook stickers. Dit zijn de tags. Er zijn transparante stickers. En wat altijd heel leuk is in deze series, dat zijn die setjes met die masks. En dan zitten er drie in een verpakking. Dus dat is allemaal een beetje in het beach thema. En dat is nieuw van Dutch Doobadoo deze maand. Nou, dan gaan we weer een stukje verder. We hebben hier onze tafel weer helemaal vrolijk ingericht. We hebben hele leuke nieuwe artikelen. Een deel daarvan is allemaal op de webshop te vinden. Wat niet op de webshop te vinden is, dat zijn deze prachtige rollen met inpakpapier. Die gaan we niet kunnen opsturen, dus die zijn alleen te koop in de winkel. Er zit heel mooi cellofaan bij, er zit heel mooi papier bij. En het is allemaal hele mooie kwaliteit. €4,50 een rol, dus die zijn alleen voor in de winkel. Bij deze serie hebben we allemaal leuke dingetjes. Er zijn labeltjes. Er zijn setjes om tissue bloemen te maken van tissuepapier. Daar maak je mee dus drie bloemen. Er zijn drie soorten viooltjes. Maten staan erbij in de webshop. Bij deze serie zijn ook allemaal doosjes met leuke stickers. Dus we hebben van allemaal even eentje opengemaakt. Er staan ook plaatjes van bij in de webshop. Allemaal een beetje met het idee om je cadeautjes in te pakken. Dus dat is allemaal even net een klein zijstapje voor ons. Er zijn ook leuke setjes met stempeltjes, houten stempeltjes, doosjes met confetti. En kijk maar eens goed, we hebben hele leuke doosjes met die haasjes. Die zijn echt heel gezellig, allemaal kleurtjes. En dat is gewoon van dat hele dunne papier, dus van dat tissuepapier en dan is er confetti van gemaakt. Kleine doosjes met washi-tapejes. In de winkel kun je het even allemaal komen bekijken. Dat mooie touw dat past nog bij die rollen inpakpapier die we hebben. Die is echt heel mooie kwaliteit. Washi-tapejes en nog twee setjes met clearstempeltjes met de maanden en de dagen van de week. Die zijn natuurlijk altijd goed. Dat zijn deze. Zo zijn ze net even wat beter te zien, denk ik. Het is altijd lastig met al dat licht. Maar we doen ons best. En dan hebben we deze nog. Dus die zijn nieuw. Dan hebben we hier ook gelijk de nieuwe Studio Light artikelen liggen voor deze week. Er zijn namelijk nieuwe papierblokjes. Er zijn blokjes, vier soorten met de effe printjes. Het is 170 grams papier deze keer. Dus dat is niet te dik. Dus daar kun je heel goed uit stansen om je kaart niet te zwaar te maken. Hele vrolijke kleurtjes. Dubbelzijdig. En deze zijn €6,95 voor A5 formaat. Ze zijn er dus in vier verschillende kleurtjes. En ze zijn er dus ook met een printje erop. Dus deze bijvoorbeeld, dat zijn de blokjes in een patroontje. In diezelfde leuke felle kleurtjes. Is die aan de achterkant nog steeds, is die gewoon zonder printje. Dus dat is deze. En ook die zijn er in vier verschillende kleurtjes. Nou, die blokjes die gaan al erg goed. Zijn gisteren al heel goed verkocht. Dus we hebben nog genoeg, denk ik, op dit moment. Maar ze gaan wel hard. We hebben hier die hele leuke touwtjes er nog bij. Dat is dus ook weer precies in die kleuren van de papierblokjes. Er zit 5 meter per kleurtje op een kaart. Dus je hebt precies bij alle kleuren ook een setje met het touw. Nou, dan staan we hier toch. En dan laat ik gelijk eventjes die rubbons zien van Aal Create. Die hebben we van de week binnengekregen. Er zijn 10 verschillende kleurcombinaties. Dat zijn deze. Het is A5 formaat. En wat zit er in een verpakking? Twee velletjes. Dus het is wat lastig te zien op de verpakking. Dus ik dacht, ik maak er even eentje open. Dus deze twee zitten samen in de verpakking. Dus dit is bijvoorbeeld nummertje 2 voor de kleurtjes. Dus twee A5 velletjes in een verpakking. En zo hebben we dus 10 verschillende kleurtjes.
Dus dat is nieuw van Aal Create deze week, de rubbons. Dan gaan we weer een stukje verder en dan heb ik nog iets heel leuks voor jullie om te laten zien. Vorige week hebben we onze opbergmapjes laten zien. Die waren net nieuw binnengekomen. Die zijn echt ontzettend hard gegaan. We hebben op dit moment nog wel voorraad, maar ze gaan echt heel hard. Dus de voorraad gaat al opschieten. Er is inmiddels een nieuwe levering onderweg. Maar dat duurt wel even voordat hij weer bij ons binnen is. Dus als je hier nog over twijfelt, dan zou ik zeggen bestellen, want de voorraad nadert. We hebben weer wat leuks, want we hebben toen wij 17 jaar bestonden in januari, hebben we stempelsetjes uitgebracht. En dat was een groot succes. We hebben twee nieuwe stempelsetjes uitgebracht. We hebben uitgebreid, we hebben variatie, we hebben nu de wensen 2. Die zien jullie hier. Dat zijn dus wederom die rubbersetjes. Dus je kunt ze mounten of je kunt hem even tijdelijk vastplakken of je kunt tag en peel gebruiken. Er zitten 4 verschillende tekstjes in. Dit is dus de wensen. De wensen zijn voornamelijk bedacht door Rianne Smal. En Rianne heeft dus ook de voorbeeldjes gemaakt. Dus de voorbeeldjes die jullie hier zien, die zijn allemaal met dat wensen setje nummer 2. Deze is bijvoorbeeld gecombineerd met de bloemetjes van Elisabeth Kraft Designs en de postzegelmal. Het stencil van Marianne Design, wat heel veel gebruikt wordt hier met de zonnestralen. Dit zijn weer de blaadjes van Elisabeth Kraft Designs. De wijnfles en de glazen van Marianne Design. Als er vragen zijn, laat gerust weten. We hebben hier het doosje, dat is het doosje van Karen Burniston. Daar passen merci'tjes in, met zo'n leuk stempeltje erop. Dus dit is de wensen nummertje 2. Een van onze nieuwe stempelsetjes. En we hebben dan ook nog de wensen nummertje 3. Die zien jullie hier. Wensen nummertje 3. We zullen even kijken of we de tekstjes weer wat beter kunnen laten zien. Ik denk op zich wel dat het duidelijk is op deze manier. Dus dit is wensen nummer 3. Dat is ons vierde stempelsetje. En ook weer allemaal leuke tekstjes. Op dit setje zit dus ook een uitbreiding voor de komende periode. Dus voor de Pasen, tulpen en eitjes. Hoe leuk is die? Maar ook toi toi toi, zet hem op, succes. Allemaal op één stempeltje. De mooie klavertjes. Nog een masterpiece erbij. En dat is dus allemaal gemaakt met wensen nummer 3. Dus dat zijn de nieuwe setjes die wij hebben uitgebracht met de stempeltjes. Voor €9,95 per setje. En voor degene die denken, stempeltjes, ik weet helemaal niet waar het over gaat. Deze twee stempeltjes die hebben wij al uitgebracht in januari. Dat is de seizoenen. En dat is de wensen. En dat is eigenlijk gewoon wensen nummer 1. Dus dit zijn alle seizoenen. Dus lente, herfst, zomer, winter. Maar op de website staan ook nog meer foto's. En dan de wensen. Dit is wensen 1. Dus die zijn al eerder uitgebracht. Maar we hebben alles nog in voorraad. Dan hebben we deze week wat nieuwe MFT'tjes binnengekregen. Ik zal er eventjes een paar laten zien. Deze is bijvoorbeeld nieuw. Op dit puntje zitten we altijd een beetje te tobben met het licht. We zoeken even naar de juiste manier. Dit is een nieuwe, dat is Screens Scenes. Dat is een MFT'tje, een grote set. We hebben deze, die is niet nieuw trouwens, maar die hebben we weer opnieuw in voorraad. Nog een paar. Mice Day to Celebrate, dat is ook een hele leuke, ook heel leuk om in te kleuren. Deze set is nieuw, dat is de Monkey Around. We hebben ook een aantal met snijmalletjes, dus kijk vooral even in de webshop en dan zie je wat de voorraad is. Dit is de Headed for the Stars. Dan hebben we nog de Happiness. En een heel lange zin erachter. Deze is er ook nog met snijmalletjes. Die is ook heel erg leuk. En dan deze nog. Dat is Greatest Present. Die is er ook volgens mij nog met snijmalletjes. Dus dat is de nieuwe MFT die we deze week ook hebben binnengekregen. Dan heb ik nog iets heel leuks. Want we hebben net vers van de pers nieuwe gummijapannetjes. Er zitten een paar hele leuke bij. Er zijn ook weer een paar, zoals die envelopjes van de vorige keer, die zijn allemaal weer terug op voorraad. Dit is het envelopje. Die hebben we eigenlijk besteld op verzoek van een klant. En weet je wat nou zo leuk is? Want in dat envelopje, daar past dus precies een van onze stempeltjes. Dus als je zo'n stempeltje uitsnijdt, dan past die dus precies in dit vakje. Heb ik net even opgemeten en dat past. Dus dat is echt leuk. Dat is het envelopje. De 191202 voor €7,50. Dat is die. Nou, dit zijn zomaar wat nieuwe. Een boompje. Een hortensia. De lavendeltjes.
Dan hebben we die balkonnetjes. Die is ook wel echt heel leuk, maar zijn wel kleine. Maar dat is gewoon leuk. 6 euro. Dan hebben we die, die chickens. Dat zijn de yoga chickens. Volgens mij heet die zo. Yoga in het Zweeds. Dat is deze. Een schaapje. Een eendje in een soort beker. Een klein kippetje. En die is dan ook maar weer 2 euro. Dus dat is gewoon leuk, 2 euro. Dan hebben we dat haasje. Die kun je aankleden. Is ook wel leuk om aan te kleden, want zonder kleding is die niet zo leuk. Dan hebben we nog een konijntje in een autootje. Ook wel heel grappig. En dan hebben we als laatste nog de butterfly border. Dus dat zijn zomaar weer wat nieuwe standjes die we hebben toegevoegd van de Gummy Japan. Nou, top. We gaan een stukje verder. We hebben nieuwe Carlijntjes. Carlijn die heeft 3 nieuwe waxiels. Dat zijn deze. Dit is altijd heel lastig te zien. Zelfs op een foto lukt het amper. Maar goed, we hebben de ATC is nieuw. ATC, leuke post en voor jou. Dus dit zijn de 3 nieuwe waxiels. En dan hebben we 2 nieuwe kleurtjes met wax. Dat zijn deze 2. De Creamy en de... Hoe heet die ook alweer? Even kijken hoor. De Crystals. Dus deze, dat is een beetje een transparante wax. En de Creamy, dat zijn de 2 nieuwtjes. Maar we hebben nog van alles. Hè. We hebben heel veel keuze in de waxiels en de waxjes en noem het allemaal maar op. Dus dan gaan we een stukje verder en dan gaan we nog even naar de andere Carlijn artikelen. Want Carlijn die heeft ook nog nieuwe dies, nieuwe stencils en 1 nieuw stempeltje. En die gaan we jullie nu laten zien. Dit zijn de nieuwe stansjes van Carlijn Design. Er is een heel leuk basisstandje voor ATC's. Er is ook een leuk mapje voor ATC's. Dat is deze. En Carlijn is altijd lekker strak. Zonder veel tierenlantijnen. Er is een uitbreiding. Dat is ruitjespapier. Dat kun je dus van die soort Tetris afbeeldingen van maken. Of mini stack, hoe je het noemt. Een basismal vierkant. Met allemaal schulpjes. En glad en geschulpt om en om. Dan is er nog een ATC stempelsetje in het Engels uitgekomen. Dat is gewoon zo'n klein setje. En dan hebben we nog een stencil. En deze is echt heel erg leuk. Dit is een stencilsetje met allemaal kleine patroontjes. Dus allemaal van die kleine patroontjes. Dus wolkjes en een muurtje en rondjes en zonnestraaltjes. Maar allemaal dus op de ATC formaat. Dus allemaal van die kleine vakjes. Dus nou, dat is nieuw van Carlijn Design. En misschien hebben jullie het nog gezien. De Petra heeft een extra video gedeeld op YouTube. Daar heeft ze ook met die leuke stencils gewerkt. Dus als je hem gemist hebt, kan je even terugkijken. En dan staat hij tussen de video's op YouTube. Nou, we zijn volgens mij weer rond. We hebben weer laten zien wat we wilden laten zien. We maken altijd een selectie, want alle nieuwe artikelen staan onder nieuw. We kunnen niet alles laten zien. Volgende week komen er gewoon weer nieuwe artikelen. We beginnen maandag met de nieuwe ECD. De nieuwe collectie is van Josette die eraan komt. Dus die is vanaf maandag leverbaar. Dinsdag is de nieuwe Waffelflower. Ook weer leuk. En volgens mij zaterdag hebben we weer een gezellige demonstraties in de winkel. Zaterdag is Rianne Small bij ons en Rebecca Quispel. En Rebecca die demonstreert met de collectie van Josette die dus maandag uitkomt. Rebecca is in het designteam vanaf januari. Dus die zit in het designteam van Josette. Dus die komt. En Rianne die gaat demonstreren met de Pocket Full of Happiness. Dus nou, allemaal leuk. Dus dat is zaterdag volgende week 9 maart van 10 tot 3. En volgens mij heb ik alles weer gezegd wat ik dacht dat ik ging zeggen. Als er vragen zijn, laat even een berichtje achter. Dan kunnen we daar nog op reageren. Ik hoop jullie weer te zien in de winkel of in de webshop. Bedankt voor het kijken nogmaals. En heel graag weer tot de volgende keer.